Welkom in het Erasmus Medisch Centrum. U komt in aanmerking voor een autologe stamceltransplantatie... of u bent stamceldonor voor een familielid. Daarom moeten er bij u stamcellen worden afgenomen. Door middel van deze voorlichtingsfilm... hopen we u daar zo goed mogelijk op voor te bereiden. In het beenmerg worden stamcellen aangemaakt. Dit gebeurt met name in de holle botten van ons lichaam. Het borstbeen, onder in de rug... En in de botten van de armen en benen. Stamcellen hebben twee belangrijke eigenschappen: ze kunnen zichzelf vermeerderen en uitrijpen tot de diverse soorten cellen die in het bloed aanwezig zijn. Rode, verantwoordelijk voor het zuurstoftransport, witte, nodig voor afweer tegen infecties, en bloedplaatjes, betrokken bij de bloedstolling. Door een groeifactor toe te dienen, ook wel GCSF genoemd, wordt het beenmerg geactiveerd om meer stamcellen te produceren. Als gevolg hiervan komen er ook meer stamcellen in de bloedbaan terecht. Na een aantal dagen hopen we dat er voldoende stamcellen in het bloed zijn en kunnen we deze met behulp van een afvarezenmachine uit de bloedbaan verwijderen. De GCSF, de verpleegkundige legt aan u uit vanaf wanneer u zichzelf tweemaaldaags moet gaan injecteren. Het injecteren wordt als niet belastend ervaren. U wast uw handen met zeep. U kiest een plooi van uw buik of bovenbeen. Het is aan te raden om per elke injectie te wisselen van huidplooi, dit om de oude injectieplek telkens te ontlasten. Met uw ene hand houdt u een huidplooi vast, met uw andere hand brengt u met een vloeiende beweging de naald in uw huid. U spuit nu langzaam de vloeistof in de huidplooi. Totdat u niet meer verder kunt injecteren. Nu haalt u de naald aan met een vloeiende beweging uit. De hemaphoreese verpleegkundige meldt u wanneer u kan stoppen met het injecteren van de GCSF. De lege injectiespuit kunt u inleveren bij uw apotheek of in het ziekenhuis. U kunt last krijgen van bijwerkingen: pijnklachten in de onderrug en het borstbeen, spierpijn in de armen en benen, hoofdpijn of een grieperig gevoel. U mag daarvoor het paracetamol innemen. De hemaphoreze-verpleegkundige informeert u op welke dag u verwacht wordt op de hemaphoreze. Eerst neemt de verpleegkundige bloed bij u af. Naast het controleren van de bloeduitslagen wordt onderzocht hoeveel stamcellen er zich in uw bloed bevinden. Dit onderzoek duurt ongeveer anderhalf uur. Indien er voldoende stamcellen in uw bloed aanwezig zijn, worden de voorbereidingen getroffen voor de stamcelafname. Er wordt een infuusnaald geprikt in uw arm. Deze wordt aangesloten op de freeze machine. Bloed wat door deze machine verwerkt is, komt via deze naald weer terug in het lichaam. In de andere arm wordt een zogenaamde 16G naald ingebracht. Wanneer deze geplaatst is, is het erg belangrijk dat u deze arm niet meer beweegt. Het bloed wordt op deze manier getransporteerd naar de machine, waar de verschillende soorten bloedcellen van elkaar gescheiden worden. De stamcellen worden opgevangen in een opvangzak. De resterende cellen worden hierna teruggetransporteerd naar uw lichaam. Omdat bloed kan stollen als het uit uw lichaam gehaald wordt, krijgt u tijdens de procedure een antistollingsmiddel toegediend. Dit middel bindt zich aan het calcium in het bloed. Hierdoor wordt het stollen van het bloed tegengegaan, waardoor het makkelijker door de machine verwerkt kan worden. Het zou mogelijk zijn dat u van dit middel last krijgt van tintelingen aan uw lippen en uw neus. Ook kunt u een licht gevoel in het hoofd krijgen of krampen in uw handen. Om deze klachten te voorkomen sluiten we een pomp met calcium aan uw infuus aan. De procedure duurt maximaal 5 uur. Er mag een naaste bij u blijven. U kunt tv kijken, lezen of misschien even uw ogen dicht doen. De hemaphoreese verpleegkundigen blijven bij u in de buurt. Als de procedure klaar is, wordt het bloed dat nog in de machine zit aan u teruggegeven. Daarna worden de naalden bij u verwijderd. Na afloop van de procedure mag u naar huis. De uitslag wordt naar u doorgebeld. U krijgt dan te horen of er voldoende stamcellen zijn verzameld. Of dat u de volgende dag nogmaals voor een stamcelverzameling moet komen. Dit kan maximaal vier keer voorkomen. Het product wordt gemengd en er wordt een monster afgenomen. De stamcellen en het monster worden naar het transplantatielaboratorium gebracht. Daar wordt onderzocht hoeveel stamcellen er zijn verzameld. Dit duurt anderhalf uur. Daarna worden de stamcellen ingevroren.